tien over half tien. En ja, geloof het of niet, ja. Danny die is nog steeds dom aan het lullen. Ja, en die haalt zijn schouders er maar van op. Timo heeft zich erbij neergelegd. Ismael die is uitgeput van het bereiken van de vijfde plaats bij de Nederlands kampioenschap. De bakker de bakbak. En Edwin, daar hebben we het gewoon niet meer over. Attila zit net een spannend verhaal te vertellen over halfnaakte vrouwen. Hoeders. Bart, die is gewoon helemaal zichzelf. Het is afgekoeld. Mevrouw van Dommel heeft de boek al lang en breed uit. En wat zien wij in de verte gloren aan de horizon? Hobart! En dan heb ik het niet over Jeroen. Goed zo Jeroen, doe maar even een stapje opzij. Want als we deze bocht om zijn, dan zien we de torentjes. Dan zien we een brug. Dames en heren, de torentjes van de ingang van Disney. Ja, geloof het of niet, maar ik Yes! Alleen wij mogen schreeuwen! Ik vind dit zo briljant. Alleen wij mogen schreeuwen! Dat was ons gehoor anders! Je wilt dat ik los ga ook? Oké, okay, Danny! Danny, kom op! 3, 2, 1! En nou Edwin in zijn eentje. Hey! Ja, nee, niet echt. Jammer, joh. Heb je 6 uur de tijd gehad om te oefenen? Jammer, joh. Jammer, joh.